Stichting Vrienden van de Stad Groningen wil dat de plannen voor de bouw van het Forum stil worden gelegd. Dit heeft de stichting geschreven in een brief aan het stadsbestuur. De Vrienden van de Stad vinden het Forum te groot. En ze voorzien dat ondernemers weinig animo zullen hebben om er een horeca- of middenstandszaak in te beginnen. Bovendien betwijfelen ze of het Forum de grote aantallen bezoekers zal trekken waar de gemeente het over heeft. Wat wij in het verleden al hebben gezegd over de gebouwen is dat wij het Forum zelf veel te groot vinden. We hebben er weinig geloof in dat het, gezien de functies die erin komen, dat die zoveel bezoekers gaan trekken buiten de regio. De regio zelf zullen wel de nodige bezoekers opleveren. Dus die functie dat die niet haalbaar is. Als het Forum er dan toch moet komen, hopen de vrienden in elk geval op een kleiner Forum. Laten we dit in ieder geval voorlopig uitstellen. We kunnen dan ook heroverwegen om die grootschaligheid misschien toch nog eens een keer te geven. Is dat nou echt wel nodig? En dus we zeggen niet, we moeten het afstellen, het moet per se helemaal weg. Maar kijk er nog eens even zorgvuldig naar. Ook denkt de stichting dat horeca- en middenstandsondernemingen weinig zin hebben zich te vestigen in het Forum. We zien het bij Meerstad, we zien het bij Blauwestad. Ondernemers trekken zich terug als het risico te groot wordt. En we zitten op het ogenblik in een tijd van risico. Dus wij denken van nou, eigenlijk zou je in het Forum meer ondernemers moeten hebben, want dat is draagvlak. Je ziet ook dat in de voorstellen nu er wat meer ruimte voor wordt gegeven. Het geeft er nog maar een beetje meer ruimte aan. Maar of dat daadwerkelijk op dit moment gebeurt, dat is maar de vraag. De gemeente heeft nog niet gereageerd.